Zo, een hele goede middag. Het is maandag, dus welkom bij deze nieuwe weekvlog. En het is een klein beetje zo zetten. Nou, het is niet helemaal ideaal, maar ik ben eerder gezegd een beetje te lui om mijn andere statief te pakken. Dus jullie staan nu op mijn gorilla pot. En die is niet langer dan dit. Maar goed, maakt niet uit, want volgens mij kan het zo ook prima. Ik heb vandaag best een drukke dag gehad. Vanochtend, ik ga even mijn oorbellen uitdoen jongens, want ik vind dat fijner. De hele ochtend in overleg gezeten. En vanmiddag had ik een bijeenkomst en daar heb ik die... Ik had jullie toch verteld dat ik een filmpje moest ondertitelen. En dat was voor die bijeenkomst van vanmiddag. En toen bleek dat degene die hem had moeten doorsturen dat niet gedaan had. En die is nu met vakantie. En nou, waar het mis is gegaan, is het misgegaan. Maar we hebben het filmpje niet kunnen gebruiken. Heel zonde van het werk. Dat was wel een beetje domper. Voor de rest was het echt een prima bijeenkomst. Heel leuk, heel nuttig en heel goed. En ik heb wat AliExpress dingetjes binnengekregen. Dus die wil ik even met jullie gaan uitpakken. Want daarna ga ik als een speer de mol kijken. Want daar ben ik dus gisteren niet meer aan toegekomen. Ik was te moe om te wachten tot hij online kwam. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Maar dan wil ik hem nu wel zo snel mogelijk zien. Want dan is de kans ook niet zo groot dat het op social media, zeg maar, misgaat. Oh, ik denk, wat is dit? Maar ik heb dus... mijn moeder die heeft een... die is met een poppenhuis bezig. Dat, volgens mij heb ik dat ook wel eens verteld toen ik meeging naar die beurs. Dat is een kroeg. En hoe leuk is het om in de kroeg te kunnen kaarten. En je ziet hier, dit zijn de doosjes. En dit zijn dan de speelkaarten. Ik denk dat ik die straks gelijk even bij haar ga brengen om te vragen of ze ze goed vindt. En of ze niet te klein zijn. Maar ik vond ze in ieder geval heel leuk. En het kostte echt... nou, niet veel in ieder geval. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan ga ik kijken wat hierin zit. Ik moet altijd even kijken met die verpakkingen openknippen. Dat je niet ook wat erin zit kapot knipt. Dat zou wel heel sneu zijn. Als dat misgaat natuurlijk. Even kijken wat hierin zit. Oh, ja. Dat is een... een deurstopper voor in de slaapkamer. Ga ik straks ook gelijk even uitproberen of die werkt. Ik heb natuurlijk de kast in de slaapkamer staan. Maar als je de deur zeg maar te ver open doet, gaat die klink iedere keer tegen die kast aan. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dus dan wil ik deze. Ik vond hem ook wel grappig. Het is een blaadje. Die kan je dan zo neerzetten. En dan kan je die kast, of die deur komt er dan tegenaan. Die gaat dan hier helemaal open, waardoor die niet tegen die kasten aan kan komen. Dus dat. Dan heb ik er nog twee. Leuk hoor. Ik vind het ook wel grappig dat het dan... Het duurt lang en het komt niet allemaal in één keer binnen. Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer zo goed wat je nou allemaal precies besteld hebt. En dat maakt het ook weer iedere keer een soort van verrassing wat er nou in zit. Dat vind ik dan wel weer grappig. Oh ja, dit zijn ringetjes. Verschillende soorten ringetjes bij elkaar. En ja, op de foto stonden ze dan, zeg maar, allemaal door elkaar. Ik heb nu ook geen ringen om, dus ik kan ze uitproberen. Ja, het vervelende is wel dat ik al die ringen wat te groot heb ingeschat. Dus... het kan wel. Kijk, want op mijn middelvinger kan het wel. En dan zou je zelfs een 3 kunnen maken. Stinken wel die dingen. En om andere hand zou het ook kunnen. Maar als ik weer ringetjes ga bestellen, moet ik... Ik leg het hier bij mijn oorbellen neer. Moet ik in ieder geval... ringetjes bestellen die kleiner zijn. Want blijkbaar maakt dat met maatjes toch niet helemaal uit. Geldt dat alleen voor kleding dat je het groter moet bestellen, maar voor ringen niet. En dit zijn weer ringetjes. Deze vond ik ook zo super schattig.
kijken. Echt hele leuke dingen besteld. Ik hou heel erg van... deze past dan... Oh, die past wel. Dat is fijn. Ik hou heel erg van groen. En deze vond ik ook zo mooi. Het zijn er twee. Eentje ziet er dan zo uit. De kleine groene steentjes. En eentje ziet er dan zo uit. En je kan ze bij elkaar dragen, maar je kan ze ook los van elkaar dragen. Dus dat vind ik ook erg leuk. En dan passen ze eigenlijk om deze hand nog wat beter. Goed. Oh, wat een lucht komt er uit die pakjes, zeg. Gadverdamme. Het ruikt naar zweethoeten, zegt heel niet. Maar goed. Nou, dat waren mijn pakketjes. Leuk. Ik ga gauw naar wie is... Nee, naar de mol kijken. Heel benieuwd. Zo, goedemorgen. Het is woensdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. En dat kwam omdat ik gisteren echt gigantisch last van mijn benen had. Ik heb jullie verteld dat ik een tijdje terug naar de huisarts was gegaan. En dat hij me doorverwezen heeft naar de revalidatiearts. Nou, daar kan ik pas de 30ste terecht. Dus dat duurt nog 2 weken. En tot die tijd moet ik het gewoon zien te overleven. En op zich gaat dat wel goed, want... Ik kan er wel mee functioneren, maar gisteren was echt zo'n dag. Ik moest naar de hydrotherapie en ik dacht in eerste instantie dat in dat warme water dat... dat is dan wel lekker, maar blijkbaar toch te overbelast geweest of zo. Gisteravond ben ik wel wezen kaarten, maar ik had het helemaal gehad toen ik thuis kwam. Daarom is de vlog vandaag ook niet online gekomen. Ik had gisteravond... zo niet meer de moed om er nog iets aan te doen. Dus die probeer ik vandaag online te krijgen. En anders wordt dat morgenochtend. Het is niet anders. En daarom heb ik dus gisteren ook niet gevlogd. Ik weet niet hoeveel ik vandaag ga vloggen. Want het is nog niet heel veel beter, helaas. Ik had gehoopt dat een nachtje slapen de boel wat rustiger zou maken. Maar... het is nog niet helemaal gelukt. Ik heb net lekker ontbeten. Ik ga nog 1 kopje koffie doen en dan ga ik me aankleden. Want ik wil even boodschappen gaan doen. Voor het paasontbijt. Papa en mama komen hier eerste kerstdag. Zou niet best zijn als ik daar nu al boodschappen voor deed. Eerste paasdag ontbijten. En daar ga ik even boodschappen voor doen straks. Dus er komt sowieso een shoplog aan strakjes. Want... dat moet ik natuurlijk wel even laten zien wat ik dan gekocht heb. Dus dat ga ik vanmiddag sowieso doen. Ik heb vanmiddag ook met een vriend, met Goel van de kaart. Van het kaarten. Jongens, echt hoor. Van het dansen afgesproken om even bij haar werk langs te gaan. En dat wil ik op de fiets gaan doen. En dan moet ik om 2 uur zijn, dus ik moet even kijken hoe laat ik dan hier weg moet. Dus dat is ook wel gezellig, dus dan neem ik uiteraard de camera ook eventjes mee. En voor de rest zien we wel wat het vandaag gaat worden. Zo, daar ben ik weer. Aangekleed zijn wel, maar ook al een heel wat uurtjes verder hoor, want het is nu 11:55. Ja, 11:55. Ben al bij mijn ouders geweest, even met mijn neefje knuffelen natuurlijk. En daarna ben ik boodschappen gaan doen voor het paasontbijt, zoals ik al gezegd had. En ik ben bij de Lidl en de Jumbo geweest. Daar ging mijn jas. Even wat bonnetjes pakken. Dat kan ik jullie ook eventjes laten zien wat dat dan allemaal gekost heeft. Want het is wel, ik merk dat boodschappen laten zien erg leuk zijn. Dat is toch ook wat, jongens. Ik ben naar de Lidl geweest, daar heb ik het meeste gehaald. Daar heb ik al het brood en de crackers en de boter en dat soort dingetjes gehaald. Was ik 10 euro kwijt in totaal. En toen dacht ik, dan ga ik nog eventjes naar de Lidl of naar de Jumbo. Want die zit daar aan de overkant voor wat kleine dingetjes. Ja, dat is dan wel beleg en zo, dus ergens snap ik het ook wel. Maar daar was ik 15 euro kwijt. Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Allereerst, wat absoluut niet mag ontbreken bij het paasontbijt zijn matzencrackers wat mij betreft. Er is een religieuze betekenis waarom matzes gegeten worden met Pasen. Ik moet eerlijk tot mijn schaamte bekennen dat ik die niet helemaal meer uit mijn hoofd weet.
Ik ben wel religieus opgevoed. Ik ben ook gedoopt. Maar niet meer praktiserend in die zin. En ik ben dat ook een beetje vergeten. Ik ga het even aan mijn moeder vragen. Want die weet het nog wel. En dan kan ik het jullie alsnog vertellen. Maar dit is... sowieso vind ik ze lekker. Maar het lekkerst zijn ze met roomboter en bruine bastardsuiker. Bruine bastardsuiker heb ik nog. Dus die heb ik niet gehaald. Ja, het is... De Pasen wordt zeg maar niet gewichtproof, maar hè? Het is Pasen. Dan heb ik bij de Jumbo... Oh, en die matzes waren... Nou, pak ik mijn bonnetjes erbij, vertel ik het nog niet. 76 cent. Dan hou ik wel van een paasbroodje, maar... niet zo'n heel brood, want we zijn maar met z'n drieën. En ik wil het ook niet overhouden. Dus ze hadden een paar plakjes. Hoe handig is dat? Feeststool. En die feeststool kostte... Hallo? €2,19. Dan heb ik wat belegjes meegenomen. Snijworst voor €1,50. Zure zult voor €1. Dat vindt mijn vader heel erg lekker. En ik moet zeggen, ik ben er ook wel van gecharmeerd. En mijn moeder lust het volgens mij ook. Brabantse slagersham, die zag er heel erg lekker uit voor €2,30. En het voor €2,79. Jong belegen, toch? Ja, jong belegen kaas. Dus dit kan zo de koelkast in. Dan heb ik nog, want ik heb een kleed en allemaal nog dingetjes van vorig jaar. Want vorig jaar heb ik het paasontbijt ook met Pama bij mij gedaan. Maar ik wist niet zeker of ik nog servetjes had. Dus die heb ik meegenomen. Leuk. Ik vond ze zo leuk met die eitjes erop. Dus. En die servetjes waren, want die komen ook bij de Jumbo vandaan. €2,69. Eigenlijk wel heel duur. Want ik dacht dat ze net zoals alle andere pakjes €1,50 waren. Maar ik zie nu dat dat niet zo is. Nou ja, en nog een heel schattig paaskonijnenkaarsje voor op tafel. En dat kaarsje was €1,99. Dus dat was het wat betreft de Jumbo. Dan ben ik naar de Lidl geweest. En daar heb ik een bananenbrood meegenomen. Want die had ik vorig jaar ook voor het paasontbijt. En die was echt heel erg lekker. En die was €2,59. Dan heb ik meegenomen, heel schattig, roomboterlammetje. En die is €1,50. Kijk nou. Paaseierencrackers. €1,50. Diezelfde eieren als die ik de vorige keer gehaald heb. En die eieren zijn €1,29. Dan bloemetjesbroodjes. Ook zo schattig. Die waren €0,49. En dan nog een breekbrood. Met wat kleinere broodjes. Want dat is altijd leuk omdat. En dat is dan een paasei ook. Dat is dan wel leuk om. Hier aan de achterkant zie je het eigenlijk beter hoe het uiteindelijk een paasei is. Gewoon kleinere broodjes met verschillende belegjes. Dat is toch lekker? Ook €1,49. En als laatste een pakje met kleine hagelslagjes. Kleine jammetjes heb ik nog. En die kleine hagelslagjes zijn ook €1,49 voor zo'n doosje. Dus nou, alles kan weer in de tas. Want ik bewaar het maar in die tas tot maandag, zondag. Want ja, het kan, ja, dit gaat natuurlijk alles wat in de koelkast moet, dat gaat in de koelkast uiteraard. Maar alles wat daar niet in moet, doe ik gewoon weer in die tas. Het is nu 12 uur. Ik heb om 1 uur met Google afgesproken. Ze vroeg of ik. Oorspronkelijk was het 2 uur, maar ze vroeg of ik even wat eerder wilde komen. En ik ga nu even. Moet naar het plassen nodig. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik gelijk weg, want ik ga lekker op de fiets. Dan ben ik misschien wel wat eerder, maar dan kan ik daar nog wat fietsen. Vind ik ook wel lekker. Het is lekker weer. Het is
Niet zo lekker als dat het de komende dagen wordt. Het is nog geen 22 graden buiten, maar het is wel goed te doen. Het is niet zo koud. Dat is mooi. Dus, nou, ik zie jullie misschien daar en anders weer als ik thuis ben. Ik denk dat ik een nieuw fietsplekje heb gevonden, jongens. Even mijn hoek afzetten. Dit is het Zuiderpark in Den Haag. Kijk je mooi. En dit is nog maar het begin. Ik loop er helemaal door natuurlijk. Maar ik moet dadelijk daarachter zijn bij Goel. En over 10 minuutjes al of zo. Dus ik blijf even een beetje in de buurt. Zo, nou. Hallo. Ik heb het er gevonden hoor. En dit is waar jij werkt, hè? Ja, hier werk ik. Ja. Ik ga de rest niet vloggen, want er zitten allemaal mensen. Maar we hebben wel lekker broodjes. En we hadden mandarijnenthee, maar ik vond hem eerlijk gezegd niet zo heel lekker. Vond jij de mandarijnenthee lekker? Nee, ik viel mij ook tegen. Ja, hè? Dat was een beetje bitter. Maar goed, we gaan nu van dat heerlijke broodje genieten. Ik ben weer thuis, ik heb even wat makkelijks aangetrokken. Was even gezellig bij Koel. Lekker gegeten. En niet helemaal calorieënproef, zeg maar. Maar goed... Ik ben misschien ook te bang dat het al te snel te veel wordt. Want zo enorm uit de band gesprongen ben ik er ook weer niet. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Maar ik moet ook af en toe een beetje, ja, erop vertrouwen dat het allemaal wel, dat het allemaal niet zo erg is. Zolang ik me niet helemaal volprop met van alles en nog wat. Dus dat is altijd een beetje zoeken dan. Ineens, op de terugweg merkte ik dat al. Daarom heb ik ook niet meer gefietst. Ik heb wel gefietst, maar niet gefilmd. Want ik dacht dat het, iedere keer dacht dat het zou gaan regenen. Het ziet er een beetje donker uit. Ik heb de lamp hier ook aan, want het werd echt een beetje donker binnen. Maar blijkbaar valt het mee. Nou, mijn benen gedragen zich redelijk, moet ik zeggen. Ik hoop dat het zo blijft. En voor de rest zit ik lekker even te chillen. Ik ben moe van het fietsen. Maar het was wel leuk. Het was een lekker dagje zo. Ik heb geprobeerd de weekendvlog te editen. Daar ging van alles mee mis. Beelden ben ik kwijt. Nou, ik weet nog niet of ik het erbij laat of dat ik het vanavond toch nog even ga proberen. Dat zie ik vanavond wel. Misschien laat ik het wel een keertje voor wat het is. En dan doen we het gewoon volgende week opnieuw. Maar... misschien ga ik vanavond nog even bekijken. Jullie hebben het al gezien wat het geworden is. Want als die toch nog afkomt, dan hebben jullie me in ieder geval eerder gezien dan deze vlog. spulletjes voor de Pasen zijn natuurlijk binnen. Daar heb ik ook veel zin in. En dan rommelen we maar zo een beetje aan, hè. Ik ga vaker fietsen in het Zuiderpark. Dat weet ik wel zeker. Want het is daar wel echt heel mooi. En zeker als het dan wat zonniger wordt nog. Dan neem ik de camera ook mee. Daar heb ik helemaal zin in. En mijn broer heeft een drone. Dus misschien kan ik hem eens vragen om samen met mij te gaan dronen. En dat ik die beelden dan kan gebruiken. Zou leuk zijn. Ik ga het eens aan hem vragen of hij dat leuk vindt. Zo, nou echt heel stom, maar het is niet gelukt. Ronald heeft er echt ongeveer alles aan gedaan. Nou niet ongeveer, die heeft er echt alles aan gedaan om het bestand terug te vinden. En dat is niet gelukt, dus jullie hebben geen weekendvlog gezien. Echt heel jammer. Maar goed, aangezien ik de hele zaterdag ziek ben geweest, zaterdagavond de paasdingetjes heb laten zien die jullie nu ook al... meerdere malen voorbij hebben zien komen in de weekvlog. Dat was een heel klein stukje zaterdag. Zondag waren mijn ouders, was het trouwdag van mijn ouders. Dat was wel echt heel gezellig. Maar heb ik ook niet heel veel gevlogd. Dus het was ook echt niet de meest spannende weekendvlog. Maar toch is het altijd jammer. Dan maar verder met de weekvlog. Dus... ik ga nog even Ronald antwoorden, maar dat wou ik even zeggen. Zo, een hele goede avond. Het is 7 uur, ik ben weer thuis. Ik ben naar zangles geweest, was super leuk.
En nu ben ik even een bakje koffie aan het zetten. Maar ik wil jullie even mijn nieuwe aanwinsten laten zien. Er is weer een pakketje binnengekomen van AliExpress. Moet je kijken hoe leuk. En dit zijn allemaal losse magneetjes. Dus je kunt ze zo hangen als je zelf wil. Nou, het wordt toch een aardige leuke verzameling al zo. Maar dit zijn dus de nieuwe. Echt heel erg leuk. Ik ben er echt heel blij mee. En nu ga ik even lekker mijn bakje opdrinken. En dan dansen straks. Het is pas 7 uur, dus ik hoef pas over een uur de deur uit hoor. Maar ook wel weer heel veel zin in. Goedemorgen. Goede vrijdag. Nog één dagje werken voordat het paasweekend begint. Dat maakt trouwens de vlog van vorige week ook goed. Want paasweekend is lang weekend, dus lange weekendvlog. Dus dat wordt helemaal leuk. En kijk, het zonnetje is er al bij hoor jongens. Ik werk vandaag hier in de buurt, dus ik ga lekker weer op de fiets. Gisteren was ik ook op de fiets gegaan. Eerst even mijn ontbijtje eten. Ik heb er lekker blauwe bessen in gedaan. Heerlijk. En ik heb aardbeien mee naar mijn werk. Zomerfruit is toch meer mijn ding. Heel lekker. Dus ik heb zin om naar buiten te gaan. Ik hoop dat ik vanmiddag wat eerder weg kan. Dan kan ik nog eventjes een stukje fietsen of gewoon even lekker buiten zijn. Denk wel dat dat gaat lukken. Dus dat zou betekenen dat mijn paasweekend lekker vroeg begint. Maar goed, dat gaan we zien. En weet je wat ik besloten heb? Dat jullie hierna... Dus ik ga zo deze weekvlog afsluiten. En dan gaan jullie hierna toch nog een stukje zien van de weekendvlog die niet online is gekomen. Want de zondag heb ik nog gewoon... niet meer als geëdit beeld, maar dat kan ik hier achteraan editen. Die losse beelden heb ik nog wel. Dus jullie gaan zien mij met... dan begin ik zeg maar met... volgens mij dat ik bezoek heb gehad. Maar ik weet het niet helemaal zeker, want ik ken die beelden niet uit mijn hoofd. Maar je gaat het hierna gewoon zien. Dat is het stukje van zondag 14 april. Gewoon even een cadeautje. En dan zie ik jullie, jullie zien dit zondag, dus dan zie ik jullie woensdag weer in een weekendvlog. Want de extra video's lukt me gewoon momenteel even niet. Ook vanwege mijn benen en zo, dat gaat gewoon even niet. Dus ja, weet je, die komen wel weer. Ik hou het voorlopig even bij week- en weekendvlogs. En dat is even wat het is. Dus ik zie jullie woensdag weer in de weekendvlog, de paasweekendvlog. Doei doei!